Hey, ongelofelijke Dream Deezers! Volgens mij komt eraan! Yeah. Waar kunnen mensen kaarten kopen? Egbert, Wilbert. Volgens mij staat op www.ledgeofgaming.nl. Ik zou zeggen, doe het zo snel mogelijk, want op is op. Is het dit keer niet? Echt niet doen! Nee. Gewoon kopen! Nee, gewoon doen. Gewoon wachten op. Mensen van Legend of Gaming, games van Legends. Wij zijn Legends en wij gamen. Ja. Wij gaan Quiplash spelen. Oh ja, wacht. Ondertitels. Ondertitels? Oh, ondertitels. Nu weet je wie iedereen is. Oh, die is leuk. Dankjewel, die leuk dat je hebt gekeken. Oh shit, er stond ook een spoiler in wie er had gewonnen al. Als ondertitel. Chips. Ja. Nou ja, wij gaan Quiplash spelen. Zijn jullie klaar daarvoor? Ik wel. Wij wel. Hebben jullie je grapjas en je lolbroek mee? En mijn face is op. Heb ik op. Feestneus hoeft niet per se grappig te zijn. Nee. Maar het is wel een combinatie wel. Je hebt een combinatie. Je grapje als een feestneus. Ja. Nou jongens, ik ga beginnen. Ja? Zijn we er klaar voor? Heb je ook voor? Je pretback op? Hoppakee. Nee. Ik heb hem begonnen. Ik heb alleen een pretzel. Ik ben al in mijn grappige bui wel hoor. Ja? Vertel eens één grapje. Ik ben in mijn grappige bui. Komt er een vis? Zo, er kwam een vis bij de oogarts. Ja? Zegt hij van... Er is echt iets niet goed in mijn oogbol. Snap je? Bol, want hij zwemt in een bol. Was hij niet gewoon uit de kom of zo? Ja! Dat was hem, hè? Die was goed. Ja. Hij is uit de kom. Ja, zijn oogbol is uit de bol. Ja, op zich, het is een kom, toch? Ja. We moeten nou leuk doen of competitief? Ja, blijkbaar niet. Doen. Als dit het niveau is, dan moeten we hoeven niet leuk te doen. Dat is een makkelijk te overtreffen. Oké, okay, points based on the percentage of the players would like your answer. Oké. Okay. Write your answer. Oké. Okay. Oh, helemaal. Waarom? Niet meekijken, niet meekijken. Even kijken hoor. Moet je niet meerdere invullen? Wat moet je dan meerdere doen? Oh. Ja. Oeh. Ja, ik heb hem ingevuld. Oké, okay. Ja. We moesten maar twee doen, toch? Ja, ik heb danks voor je answer. Oh, hey, ik heb hetzelfde antwoord. Danks voor je answer. Danks. Wacht even. Is het eigenlijk toch heel gek dat gewoon answers is echt eigenlijk answers. De W is stil. Wat? Dat zeggen ze wel eens. Answers. Dat heb ik nog nooit gezien. Hello, I have answers your question. Maar wat als je jeuk hebt aan je answer? Ik had het wel lastig hoor. Ja, ik had het wel lastig. Vond ik wel een beetje jammer. Ja, een beetje. Ja, klein beetje. Je ziet ik wil zo snel nadenken, weet je wel. Nou, op zich, er is nog 13 seconden tijd, dus doe er vooral niet al te lang over. Maar ik probeer nu extra grappig te zijn. Ja, maar dat is geforceerd. Ja, dat is te nep. Ja, dit nu vertel je me er ook helemaal uitgehaald. Doe nou, send hem. Nee, 2 seconden. Send gewoon. Dat is wel een mis gewoon eentje. Dat is jammer, inderdaad. Ik heb extra mijn best gedaan. Wie weet dan? Wat is Arvi's favoriete bezigheid naast editen? Fortnite? Of gillen als dit is een actueel iets. Stream! Ik vind ze allebei niet leuk. Nee. Maar het gillen als een meisje is wel actueel. Dat is wel actueel, dus dan klopt dat. Nee, maar ik heb zijn streams niet gekeken. Nou, ik volg hem niet op. Nee? Nee. Hoe durf je? Waarom zou ik dat willen? Ja, wij wel, hè? Kijk, ik kijk niet jullie video's, maar ik volg Arvi tenminste wel. Ja. Ik weet het al, hoor. Volgens mij is hij gewoon keihard bezig met de Fortnite. Met 90's. Ik zou ook Fortnite kiezen. Oh. Ja, nou, ja. Oh, maar er zijn ook meerdere mannen die hebben gekozen voor die andere, joh. Geef maar die 800. Wat? Nee. Waarom jij? Was je het snelste of zo? Dit is onzin. Nee, ik kreeg gewoon echt heel veel. Maar ik stond daar waarom ook, is Sesamstraat gecanceld? Weinig invloeddansers of catering had geen kronk. Ja. Dat snap ik ook wel. Ja, beide is het wel logisch. Te weinig invloeddansers? Wat is invloeddansers? Ik denk influencers, maar dat is geen autocorrectie. Oh shit. Sorry, ik heb dyslexie. Influid dancers. Ja. Het klinkt wel goed. Ja. Ja. Hoe heet die ook? Oom Aard? Wie is het er? Aardstaartjes. Toch? Aard, ja. Is Aard geen influid dancer? Dat weet ik niet. Ik kijk er niet meer.
Ja, dat vind ik jammer. Ja. Dat vind ik bijzonder jammer. Die vond hij had echt zijn best gedaan met de punchline gaat weg als zet je invloeddancers. Ja, waarom heeft Egbert ook voor de invloeddancers gekozen? Dat vond ik gewoon mooi. Ik vond hem ook Elon wel leuk. Elon Musk's nieuwe geniale uitvinding, CL. Ja, ik ging wat tikken en toen was het klaar. Ja. Dus kies CL. Als je een hoek gepakt die ik CL. Het begin aankoopbedrag is wel $100. Kunnen jullie hem niet betalen? Als hij volgende maand komt met ik heb hier iets jongens. Ja, het is niet project CL. En dan is het CI. In plaats van AI is het CI. Ja. Hebben jullie zo weinig geld? Oh, drie mensen! Drie mensen nog voor mij! Die ook nog leuk. Ja, maar dat zijn pity points. Ja. De volgende! Ik kan hem trouwens serieus niet betalen. Nee. Okay. Wat denkt Egbert op dit moment? Waarom ben ik hier? De kosmos van de as van Pi is 3.097838. Maar dat klopt niet. Even kijken. Ja, maar dit kan ik naar waar dat invullen. Pi is of PS? Pis. Pis. Waarom ben ik hier? Maar dat is helemaal wat vind je zelf? Van de as van Pieter. Wat denk jij? Ja, maar jij moest die zelf beantwoorden, dus hij weet het ook gewoon. Ik heb hem nu net beantwoord. Ja, van, maar dat is wel... Natuurlijk weet ik wat ik denk. Maar is het de kosmos van de as? Hé, hey, luister eens even, schatje. Het is het niet. Ik wil daar gewoon een kokeje mee eten. Ik heb het volk mee. Nee, maar net niet. Ja, jawel. Net niet, nee. Voordeeltje. Ah, weet je dat ze in het Nederlands dan zeggen, get off the high horse, hè? Get off the high. Ja. Weet je wat ze soms ook zeggen, hè? Wat dan? Al de koes in de... Nee, there's a horse in the gang. Ja. Als je afvraagt wat doen we spreekwoorden van het Nederlands naar het Engels zijn heel goed. Ja. Ja. Oké, all points failures op dubbele punten jongens. Nu moeten we echt onze pretbeek vertellen. Maar nu moet ik extra grappig doen. Ja, maar dit vind ik heel kut. Wie heeft deze verzonnen? Ja, die heb ik ook. Ja, ik heb ze. Zo, ja, die kwam echt meteen in me op. Ja, hoor. Top. Geniaal. Pretback. Oh. Zo, luister hè. When the sheep jumps in the pond. So, you don't need to look the horse in the mouth. Yeah. But you don't You can't give a horse not in the mouth, Lucan. You never jump behind the sheep in the lake. Oh, dit is helemaal balen. Oh, daar gaan we. Waar staat nog werkelijk voor? Laser Gaming, Legendes van de Gamers. Oké, hadden jullie serieus niet echt iets leuks? Legendes van de Gamers. Wat zijn we dit, dit is heel goed. Oh, hemel. Die is hier niet. Maar er staat wel logwerkelijk voor. Er staat wel voor Legend of Gaming. Maar daarom niet. LVG dan. LVDG. Ja, dus dat klopt niet. LVDG. Ik weet niet wie is antwoord dat wel. LVDG. Want is het eigenlijk, omdat het Engels is het niet dan gewoon log? Log. Maar ze gaan wel voor de Lenders of de Games. Wat ben je nou aan het doen? Hoezo? Wat ben ik nou aan het doen? Je zit op mijn punten. Ik ben lekker bezig. Waarom heb je zo'n politiek correct antwoord? Ja. Ik? Ja, je moet grappig doen, hè? Waarom is Rudy zo knap? Heel kut. Kijk hoor. Kijk naar links, ziet meteen waarom. Bi-san, bicep-san, kawaii desu. Kawaii desu. Moest jij daar zelf antwoord op geven? Moet ik dat nog even Google Translate? Nou, ik vind die tweede vind ik een beetje... Ja, hè? Ik vind, ik begrijp je niet. I'm cringing it right now een beetje. Ik cringe altijd dan als ik dat hoor. I cringe. Ik kom zo vernederd. Wie heeft het verzonnen? Die heeft hij waarschijnlijk zelf geschreven. Ja, publiek. Ik moest hier niet de vraag schrijven. Ik moest hier de vraag. Ik weet niet wat ik zei. Oh, je hebt wel op mij gestemd. Medelijden, ja. Biceps aan. Oh, ik dacht dat hij zelf had ingevuld. Nee, hij heeft die linker gedaan. Oh, nee. Next up. Toen zei ik zo Wat ging er mis bij het kerstdiner van Don? Oh, helemaal kut. Er werd een scherpe kaaklijn verwacht. Waarom was ik niet uitgenodigd? Nou, dat vraag ik me ook wel af. Ja. Wanneer was dat kerstdiner? Maar, het is nog geen kerst geweest. Oh, jawel. Ja, al een paar keer. Ja. Waarom weet ik hier niks van? Nee, ik ook niet. Ja, hij is er nu stil te snoepen. Ja, ik moest antwoord geven. Ik moest even goed denken van wat er mis ging. Wat ging er mis? Wat ging er mis? Wanneer was dat? Ik ben niet jouw vriend. Oh.
Ja, dit is jammer. Ik dacht, laat ik vriend toevoegen, want dan vinden die koters dat leuk. Ja, dat ja. maakt hem. Nee, maar anders serieus. Nou, dat is wel zo. Waarschijnlijk wel. Ja. Ja. Jammer. Wat waren echt de laatste woorden van Jezus? Godverdomme Judas, mot dat nou. Dat is wel heel leuk. Ook gewoon godverdomme Judas. Zal ik hem nog niet bekeken. Nee. Dat vind ik wel leuk. Ja, maar ik vind links ook wel leuk. Maar dit gaat om zijn echte laatste woorden. En niet de pre-laatste woorden. Maar zijn echte laatste woorden niet. Oh, zijn echte. Zijn echte laatste woorden. Ja, maar Judas was ook bij de eerste. Ja, maar er is een frustratie bij je blijft hangen van klootzak. Maar de echte laatste woorden is toch, dat is nog voordat hij terugkwam, toch? Ja. Of nadat hij terugkwam. Ja, nee, maar kijk, koters zijn het eens. Volk. Het volk spreekt. Het volk spreekt, hang hem aan het kruis. Ja, er zijn dus nu mensen, kijkers, die live aan het meestemmen zijn. Ja. Als je denkt van wie zijn dat, zitten niet hier. Die liggen onder de bank thuis. Toch? Ja, je had mee kunnen doen. Het hele gebouw werd mee. Volg op Instagram. Waarom ben je? Hoppa, eerste plek. Hoppakeetje, easy, ook dik met Egert, 1K. De grappigste. Echt de grappigste. Of is het Egert round of Egert? 3, last lash. Is het de last? Echt? Dat is de last lash. Everyone gets the same prompt. Oké. Ik doe even mijn been de andere kant op, het zit wat comfortabeler. Doe jij mee? Oké, komt ie. Eigenlijk komt ie, dit is de laatste, hier moet je het van hebben. Oh, wat is dit? Let's complete go on an adventure. What do you say, Rusty? Als iemand horses in de back zegt of zo, dan haat ik je, oké? Doen we het Nederlands of Engels? Nederlands toch? Ja. Nederlands. Nederlands goed. Dit is echt zo'n meme-pie. Ik heb een hele goeie. Ik ook. Ik ben vol vertrouwen op mijn antwoord. Weet ik win dit? Jij weet dat je deze wint? Ja. Oké. Zullen we erop... Oeh, gadver. Ja. Ik vind echt vies dat je dat doet. Wat is het? Ja, sorry. Ja, ik had eigenlijk gewoon moeten gaan voor... Joch, vriend. Oh. Pik, nafam. Ga van me af. Jij dik, groot joekel. Je dikke lichaam bedrukt mijn nieren. Paarden hebben geen eens nieren. What? Hebben paarden geen nieren? Nee, die hebben van die teennagels en de voetjes. Hebben ze geen teennagels? Ja. Ik heb ook teennagels. Kan ik wel mijn nieren wegdoen? Ja. Je moet ze beantwoorden meerdere malen, zeg maar. Ja, goud en zilver, et cetera. Goud. Nou, blijkbaar heeft het paard geen nieren. Is dat sowieso al laatste? Maar dit is de. Wat? Gewoon het woord pik is ook niet echt. Nee, is niet heel wat sterk zegt een paard anders? Ga van me af. Jij dik, groot, joek. Ja, ik vind ze eigenlijk. Ik vind allemaal ze allemaal een beetje matig. Behalve nafam. Dat is denk ik mijn persoonlijke favoriet. Hallo. Ik vind ze allemaal matig. Wie heeft pik ingevuld? Ja, wie heeft pik ingevuld? Kom maar. Wie doet het? Zo vol vertrouwen. Nou, ben benieuwd. Iedereen vond ze waarschijnlijk matig, dus die koters die zitten van... links, ik zag geen kronk en vriend. Pik, ja. Kronk. Je moet gewoon even visualiseren dat de paard opeens pik zegt. Gewoon... Ik ben het aan het visualiseren, maar ik vind het niet grappig. Waarom visualiseer je pik? Sorry. Puberale modus. Ja. Ja. Is 500. Dus hoppa! 1000. Wat pik was grappig dan af en... Nee, dit is onzin. Zij weten geen eens dat een paard geen nieren heeft. Ja. Dus het wordt gedik en dan gaan ze helemaal los al. En dan heeft Don... Net niet. Nee. Ja. Hoppa! Ja. Grappige goochem. Fun award. Ja, dankjewel jongens. Fun award, ja. Nou, dat was hem. Nou, dit was de grappigste. Hoekige bak. Die ik niet kan betalen. Ik vind het gewoon niet grappig. Had ik maar dat geld. Kijk nou, staat boven in de krets. Ja. Waar staan wij? Onderaan. Ja, dat vond ik mooi. Ik vond het mooi. Was dit hem? Was goed. Ja, dat was hem. Was dat hem? Dat was hem. Dat was hij? Ja, dat was hem al. Dat was hem. Echt persoonlijk van de... Oh nee, ik heb gewoon... Hey, dankjewel. Ik moest er nog even invrijven. Ja joh, ik weet het. Met invrijven. Het is te makkelijk met deze gozers. Ik wil wel even benadrukken dat er nu nog steeds op beeld staat dat ik de beste heb verzonnen. De grappigste. Dat ben jij niet eens, want er staat vieze Rudy. Ja. Oh, jij bent niet vieze Rudy. Dankjewel voor het kijken. Klik op onze benen. En tot de volgende keer bij Log Live. We zijn er allemaal. En we zijn ook allemaal te vinden in de beschrijving. Oh. Weet je wat ik in het Engels zou zeggen? Weet je wat ik in het Engels zou zeggen? I'm there completely done with. Dat is ongelooflijk dit. Hij is compleet klaar mee. Completely done with. Ja, ik Google Translator. See you next time. Hij is completely done.